Camping Bella Austria. Nou, dit is de klim van vandaag, op Sulkpas. Ruim 1700 meter. We zijn nu op de picknickplaats van de heilige Augustinus. Hier is water, een bankje, wc. We hebben net de eerste helft van de klim gehad naar de Sulkpas. Er zaten wat steile stukken tussen, hier is een kaartje, ik zal het even laten zien. We kwamen vanaf Baierdorf, vlakbij de camping. En dit stuk was vrij steil. Gemiddeld 10% denk ik. Af en toe een vlak stukje en dan hier ook weer het dorp uit. 14%. Dit was redelijk vlak. En dan zitten we hier Augustinerkreuz 1162. Volgen we even het dal en dan begint hier het zware stuk. Gemiddeld 10% tot de Sulkpas 1788 meter. En dan dalen we weer af en zoeken een camping op. We hebben de haarspelbochten gehad en we zitten hier bij de ene laatste, dus een uitzichtspunt. En dan is het een lang recht stuk naar boven. De 10%. En daar is de pas naar boven. We zijn er bijna. Dit laatste stukje, 14% denk ik, gewoon veel te zwaar, te steil en er rijden zoveel auto's en motoren dat ik niet het hele wegdek kan gebruiken om te slingeren. Dus dan ga ik maar lopen.
Sulkpas. Hoogtepunt van de vakantie. Bijna 1800 meter hoog. Stevig pasje. Laatst op zoek, 15% continu. Echt Oostenrijkse wegen. Ja. Wel mooi weer. Fotootjes maken. Thank you.
nu bezig met afdaling van de Sögl Pass. Daar ligt de Dachsteingebergte. Het is waarschijnlijk vanmorgen. Interessant.